Blauwe Esther. Oh nee, Esther, sorry. Blauwe Esther. Nee, Esther zei. 3FM. Dit radioprogramma is niet alleen maar om te luisteren, maar ook om te kijken. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Afro Tros. Van het Sint-Alfonsus in Roermond heeft tijdens een spreekbeurt kogels uitgedeeld aan klasgenootjes. Wel goed om uit te beelden, daar scoor je punten mee. Je moet het visueel maken, hè? Ja, dan gaat het langer mee. En dit is nog een martelstoel met tangetjes en zagen. En we hebben ook veel sporttassen thuis. Zijn er misschien nog vragen? Ja. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Wow, mijn zoon is agressief. Hoe komt dat daar nou weer aan? De week is om, het weekend komt eraan. De coronacrisis lijkt op zijn eind te lopen en de brandstofprijs die stijgt naar recordhoogte. Langs de snelweg betaal je nu meer dan 2 euro per liter. Dat is toch wat, hè mensen, die benzine ongekend. Vroeger kostte een pak melk gewoon nog 15 cent. En dan de huurprijzen, een ton voor 2 vierkante meter. En hazes leefden nog, ja, vroeger was alles beter. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. En dit kabinet, hè mensen, hoe kan het toch bestaan? De week is om, het weekend komt eraan. Ja, ik ga even kijken. Het weekend. Het zou er ondertussen wel moeten zijn. Kun je even... Ja, ik zie hem! Ja! Hij is er hoor! Ja. Ik krijg allemaal rare... appjes in de app van de FM. Is het? Maar Jordi, die zegt, zit commissaris Liedeke nou naar halfnaakte vrouwen te kijken? Oh? Wat? Kunnen jullie mijn scherm zien? Ja, wel op de webcam blijkbaar. Oh. 3fm.nl/live of kijk mee via de NPO-app. Oh. Op je smart TV en je Apple device of je Apple TV, Chromecast, daar kun je het allemaal vinden. Hij hangt hier ook echt gewoon pal achter jou. Die camera. Ja, ja, dus die en als die camera dan, als dat actual is, zoals dat mooi heet, als dat op beeld is, dan zien mensen een deel van jouw scherm. Wat ben je nou aan het doen? Ik was even aan het kijken of er wat voor mij tussen zat. Oh, qua mannen of qua vrouwen? Wat was het? Waar zit je precies? Oh, nee, ik bedoel de nieuwe lingerie-lijn van Rihanna. Die heeft, sorry, jullie draaiden het Rihanna. Toen dacht ik, wat doet zij tegenwoordig? Mm-hmm. Zij heeft echt fantastisch mooie lingerie voor Pride Month. Oh, een special heeft zij gemaakt. Ja, zoiets. En ik dacht, even kijken. Ik was wel benieuwd. Maar ja, je kan mijn scherm natuurlijk zien. Er zit er wat tussen voor je lied. Ja, zie allemaal dingetjes met regenboogjes. Oh, ja, het is wel pikant hoor. Dat is mooi toch? Het is bijna doorzichtig. Het is ook radio. Ja, nee, dat zeg ik. Het is zwart. Het is bijna doorzichtig. Met allemaal, ik zie charretels en dan mooi zo'n regenboograand eromheen. Ja. Of een tanghaantje met een regenboogje erop. Heerlijk. Nou, het zou mij niet staan, maar... Het is gewoon wanneer ben je jarig lied? Oh, nee, net jarig. Gaat het niet worden. Nee, geen zin. Helaas. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Het is 16 over 7. Een hele goede avond. Het is Partij voor de Vrijdag. Roep en Weidand! Hij is Wijnand Speelman. En tegenover mij zit niemand minder dan Rob van de Radio. En zij is commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Hallo. Kunnen wij zijn door een appje te sturen via de app van 3FM? Dan bellen we je misschien terug en dan ben jij van de partij. Hè? Vandaag ben jij bij 3FM van de partij.
over een kwartier in twee categorieën spel doen. Kom erbij, we nemen zo meteen iedereen op 09091336. Jouw vrijdag ben jij, bij 3FM van de partij. Want de partij, dat ben jij. Als we het weekend hebben. Ik wilde hier naartoe rijden. Dan kon ik de garage niet uit. Oh, wat? Het weekend stond voor de deur. Jezus. 3FM. Partij voor de vrijdag. Rob en Wijnand. Wat een oude kutmop. Wel de weekend toch? Hoorde je Blinding Lights. Song van het jaar 2020, weet je nog? Zo. Dat was helemaal een ding. Dat The Weeknd dat was? Mm-hmm. Ja, ja. Nou ja, dat nummer was een ding. Dat was gewoon, wat ik zeg, de song van het jaar. Ja, maar dat was sowieso ook. Het is natuurlijk altijd een discussie wat dan de song van het jaar wordt. En er zijn altijd discussies over deze. Daar kun je ook op stemmen. Ja, maar er was ook veel discussie over deze, hoor. Ja? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik weet nog een keer, was het Merel. Oh ja, Hou Je Bek en Bef Me. Hou Je Bek en Bef Me. Ja. Was de song van 2019. Of zo? Of 18? Was dat 19? Ja, zou kunnen. Ja. Maar dat Kijk, was natuurlijk een leuk liedje. Ja. Song van het jaar? Nou... Of Hou Je Bek en Bef Me nou de... Het... Je. Merel, top, hè? Qua impact hebben we het er nog steeds over. Ja, dat is. Dat is, ja. Het was 2019. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja. Nee, leuk. Nee, dat is een baanbrekend. Ja. 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 Weet je wat ook baanbrekend is? Nou? Hoop ik. Wat er in het koffertje zit. Ja, dat hoop ik ook. Dat zou wel lekker zijn. Zullen we die, om te vieren dat Wijnand er weer is, gewoon naar kutje op tijd openmaken? Misschien nu, ongeveer? Sorry. Niet? Ik verslik me. Oh. In de vraag? Of, in het briljante idee? Of in het antwoord? Neem maar even een slok. Is dat een hint naar wat er in het koffertje zit? Wat zou erin zitten? Zo. Een zakdoek. Nee, nee, laten we het 8:30 doen, toch? Is dit een vraag? Want dan zeg ik nee. Nee, ja. Nee, natuurlijk is het geen vraag. Oh, oké. Nou. Gewoon 8:30, dat doen ja, we ook. Ja, ik zie ook geen reden waarom het is niet dat je denkt van... Nou ja, het is belangrijk, het is baanbrekend. Maar het kan ook om 8:30. Het is niet dat als we het nu naar voren halen dat verschil maakt of zo. Voor mij wel, toch wel. Wijnand, ja. Hoe was het? Je was een weekend weg. Ja, lekker. Mijn schoonouders waren 40 jaar getrouwd. Ja, en nog bij elkaar. Dat vind ik echt een hele prestatie. Zo. En wij zijn dat gaan vieren. We zijn met de hele familie een weekendje naar Maastricht gegaan. Dat was fantastisch. Totdat ik thuis kwam. Maar heel even nog naar Maastricht. Was het... Ja, Maastricht, ja, het is toch heerlijk. Limburg, was het, allemaal, het was versoepeld. Oh. Ja, ja, toen was het daarna. Ja, ja. Ja, dit was afgelopen. De terrassen zaten vol. Je kon overal gewoon naar binnen. Dus jullie waren volledig aanwezig. Was hier vorige week. Ja, zeker. Terwijl dank ik, nog voor het regelen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ik lag horizontaal onder een fust. Ja, precies. En dat was fantastisch. Heel erg gezellig. Totdat ik dus thuis kwam. Ja. En als je meekijkt, ja, het is op radio is het niet, zal ik het alleen maar vertellen. Maar als je even meekijkt, Vins, cameraman Vins komt iets dichterbij. Een klein tipje van nou? De sluier. Ja, ik doe even mijn shirt op. Even omhoog. En dan zie je allemaal rode bilten. Ik zit helemaal nee, onder de rode ik zie bilten. Het, maar echt helemaal een soort echt van methorst, maar dan dit, andersom. Wat normaal echt een gouden lichaam is. Nee, geintje. Ja. Maar echt, ja. Dit hebben is we genoeg gezien, hoor. Ja, bedankt. Nee. Ja. Kijk, wat is er gebeurd? Ik ben op vrijdag gaan hardlopen. En toen, er zat bij dat huis geen wasmachine. Dus ik heb al mijn kleding met een beetje wasmiddel heb ik in een emmertje gedaan. Sopje gemaakt. Maar je bent gaan hardlopen terwijl je familieweekend had? Ja, ja, dat vind ik altijd lekker. Ja, je bent daar, je zit met z'n allen in huis. En ik kwam net dan aan. Ga jij even hardlopen? Tuurlijk. Even een uurtje eruit. Want je moet ook je rust pakken, dat is op momenten. Oké, ja. Dus ik kwam terug en ik denk, ik doe dat allemaal in het emmertje. Een beetje schoonmaken. Ik had dat schoongemaakt. Ik hang dat uit. En ik was van plan om die zondag, dus daar zat dik een dag tussen, weer hard te gaan lopen. Ik denk, ik kan het lekker rustig drogen. Ik had dat allemaal mooi over een stoeltje buiten hangen, onder een boomtje. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Zondag was alles droog. Even de kleding binnenste buiten gekeerd. Even goed gekeken. De randjes ook droog, jazeker. Ik ben weer gaan hardlopen. En ik kwam terug. Ik was heerlijk. Voldaan. Ik was moe. En toen in één keer voelde ik een beetje bobbeltjes. En een beetje kriebeltjes. En ik trok mijn shirt uit. En ik zat gewoon helemaal onder de bulten. Van mijn knieën tot aan mijn nek. Wat blijkt? Dat boompje waar ik mijn kleding onder te drogen had gehangen, binnenste ja. Buiten, zat vol met eikenprocessierupsen. Oeh, nee. En toen? Allemaal haartjes zijn er dus in die kleding gekomen. Oh, ik heb dat binnenste buiten toen gekleerd. Nee, tijdens het drogen. Ik heb dat binnenste buiten gekeerd. En toen ben ik weer gaan hardlopen met al die haartjes binnenin mijn t-shirt. En dat is allemaal gaan
draaien, gaan zakken, gaan stijgen. Nee. En ik zit helemaal onder het beeld. Ik heb gewoon al een week lang overal jeuk. Je hebt overal jeuk? Overal jeuk. Je bent één weekend weg met je schoonmoeder nu al helemaal onder het beeld. Ja, ik heb processie, Roos. Zou ik ook zeggen, ja. Gaat het weekend van de rem. Krabben. We zijn begonnen. Laat ze lekker likken. Roep een Wijnand op 3FM. Roep een Wijnand op 3FM. Ah, ja, kom maar door, hè. Roep een Wijnand op 3FM. Want zometeen gaat hij open. De open weekendlijn 0909-1336. Stuur nu een appje of bel. De beller is sneller. Back in Love City, de nieuwste van The Vaccines. Wat een ongelooflijk goede plaat is dit. Een rammer. Heerlijk, hè? Echt goed. En dat die hoek uit. Heerlijk. 3FM, nieuwe muziek hoor je hier als eerste. En voor nog Yes en Owner of a Lonely Heart. Uit 19? Al sla je me dood. 83. Ja. Lekker, hè? De Open Weekendlijn. Open Weekendlijn. Je weet van tevoren nooit wie het kan zijn. Je kunt gewoon bellen, hè. De lijnen staan open. 0909-1336. Als je nu belt, ben jij misschien wel als eerste aan de lijn hier op 3FM. 0909-1336. 3FM, dan kom je in het Bel me wel register. Maar de beller is sneller. Nog eerst even wat stuurt Marijn nou op? Een foto van een soort PlayStation-spel. Maar dan is het niet GTA, maar dan een tractor. Farming Simulator. Denk ik zo, toch? Ja. Wat? Farming Simulator? Jij weet niet dat dit heel groot is? Nee. Farming Simulator, ja, je had ja, ik weet wel, mensen doen wel vrachtwagensimulator en zo. Truck driver, daar zitten ze helemaal op de snelweg. Farming Simulator is echt huge over de hele wereld. Je hebt zelfs teams in Amerika en Canada die tegen elkaar spelen in allerlei soorten vormen, competities voor allerlei merken. Je kunt hier gewoon op een trekker rijden en dan kun je je hele land verbouwen, bewerken. Met combine, allemaal soorten. Hangt ook nog een of andere maaimachine achter. Nou, geweldig. Vet, hè? Dat zijn allemaal mooie weekendbeelden. Maar het gaat nu even over de telefoonlijn 0909-1336. Hallo, Robben Wijnand hier. Hallo. Hey, Robbie en Wijnand. Met wie spreken wij? Goedenavond, met Bart Kortiaans. Hey Bart. Hallo. Hey, hallo. Wat kunnen wij voor je doen? Ja, ik zit hier via het internet te kijken. Ken je misschien wel internet? Ik zit hier via ook. Het internet te kijken. Ja? En ik kijk naar de stream natuurlijk, de livestream. Ja. En ik zie daar hele mooie groene plantjes. Ik vroeg mij af wie eigenlijk bij jullie die plantjes verzorgt. Oh, de goede vraag. Ik ben wel jaloers. Hoezo? Want bij jou gaan de plantjes niet zo goed. Nee, die gaan eigenlijk niet zo goed, nee. Wat heb je van plantjes dan? Ik heb eigenlijk van die vetplantjes. Ja. En die moet je eigenlijk geen water geven. Maar als je dat dan heel lang niet bent, dan krijg je geen water. Nee, maar die kun je niet kapot krijgen, toch, die vetplantjes? Ja, eigenlijk niet. Maar zijn dat vetplantjes bij jullie of niet? Deels. Varanen, vetplanten. Ja, we hebben hier, een soort lepelplant staat er nog naast. Ja. En het zijn varens. Lepelplant? Ja, lepelplant. Lepel. Lepelplant. Maar wat ook helpt... dat is misschien wel een goede tip. Als je planten hebt, dan... Nu zie ik ze. Nu zie je ze. 3FM.nl / live. Of kijk via de app van 3FM. Die kun je gewoon op je telefoon aanzetten als je ergens bent. Dat je niet snel het internet hebt. Het scheelt ook, Bart, dat ze van plastic zijn. Ah, dat is het. Ja. Nou snap ik het. Cameraman Vince meet het hier de bol op de grond. Als je dan... Dan laat maar. Er zit plastic in. Het is plastic.
Oh, dat kan niet kapot. Ja. Het blijft altijd lekker groen. Niet kapot, het is echt, ja, het is ideaal. En je hebt ze ook met rozen. Je hebt ze ook. Je hebt echt van alles. Je hebt hele buxusversies ervan. Wist je niet? Top. Nee. Ja, wist ik niet. Is gewoon te koop, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, een fijn weekend met het uitzoeken. Super. Ja. Rob en Wijnand, met wie hebben wij het genoegen? Hoi, met Door. Hey Door. Hi. Hey, je komt goed, hoor. Ja, ik wil even melden dat ik via de NPO-app op mijn Smart TV Partijen en Vrijdag aan het kijken ben. Heel goed. Wauw. Ja, dat via Wijnand, hashtag influencer. Ja, ja, dat is de kracht van herhaling, hè? Ik kwam daar laatst zelf anders. Ja, ik kwam daar zelf achterdoor. Ik zat op mijn tv een beetje te kutten. En toen dacht ik, hè? Er zit gewoon een NPO-app op die tv van mij. En hè? Daar kan ik gewoon live 3FM meekijken. En toen ben ik dat wat vaker hier in Partij voor de Vrijdag gaan roepen. Van, hé, hey, op je Smart TV zit vaak zo'n app. En dan kun je ook gewoon partij live kijken. Hoe is deze ervaring voor jou, Door? Spectaculair. Ja. Wat doet dat met jou als mens? Heel veel. Het is gewoon heel, ja. Wauw. Hey Door. Ik heb geen woorden voor. Ja, het emotioneert je ook echt een beetje, hoor. Absoluut, absoluut. En hoe komt dat? Ja, het is gewoon heel dichtbij en heel groot. Want het is gewoon scherm en wauw. Ja, ik moet zeggen, toen ik Wijnand voor het eerst zag, moest ik ook... Snap ik. Ook deze reactie. Ja. Hey, maar Door, wat dapper van je. Wat dapper van je dat je belt ook. En dat je dit even laat weten. Ik vind het wel heel spannend, maar ja, het gaat beter. Wat zou je tegen ieder ander willen zeggen die nog niet via de app op de Smart TV naar Partij voor de Vrijdag kijkt? Gewoon doen. Ja. Meteen. Open in die app en kijken. Hey, nou ja, namens de hele partij. Dapper, zoals ik al zei. Sterk en heel stoer dat je ons gebeld hebt. Dat je dit doet en dat je er ook voor durft uit te komen. En wij kunnen jou na dit alles toch alleen maar een prettig weekend wensen. Ja, ik wens je ook een heel prettig weekend. De partij, daar zit ook beeld bij. Check de hele uitzending met beeld via de NPO-app op je tv, Apple TV, tablet of smartphone. Partij voor de Vrijdag. Niet alleen om naar te luisteren, ook om naar te kijken. Hallo, vrijdagavond, Rob en Wijnand. Met wie spreken wij? Hallo, met Elvira. Elvira, zeg het maar. Nou, ik had net een foto gestuurd en toen had ik Liedeke ineens aan de telefoon. Vertel. Nou, ik zit hier in de auto en ik ben onderweg naar huis. Met een watermeloen met een gezichtje erop en een feesthoedje in de gordel. Zeker. Ik dacht heel even dat je zei dat je met een watermeloen op de bijrijdersstoel naar huis aan het rijden was. Oh nee, maar dat was ook veel te raar geweest als dat zo was geweest. Maar, wat heb je dan? Nou, ik was afgelopen week jarig en ik heb van collega's vandaag een cadeautje gekregen. Ja. En dat is een watermeloen van echt 10 kilo of zo. Oh, zie je nu ook? Super zwaar. Nee. Ja, met een feesthoedje en een gezichtje. En ik dacht, ik stuur hem gewoon zonder context, want dat is hoe ik naar Partij voor de Vrijdag luister. Ja. En zodoende. Ongekend. Maar waarom krijg jij dit? Ik was jarig, afgelopen woensdag. Dus dat was een cadeautje van collega's. Gefeliciteerd! Dankjewel. Dan kunnen ze natuurlijk heel veel dingen kiezen, maar dan kiezen ze voor een watermeloen. Nou, op zich, ja, ik eet altijd watermeloen in mijn pauze, dus dan op zich een goed doordacht cadeautje. Een lange pauze dit. Ik denk het wel. Misschien een weekje of zo. Ja, en wat is het voor bedrijf? Een kinderradiozender. Hè? Huh? Een kinderradiozender. Oh, leuk. Sorry, ik dacht dat je even zei dat je zei een kinderradiozender. Ja, nee, dat is ook eigenlijk wel zo. Oh, ja. En welke kinderradiozender dan? Hallo Kids Radio. Hallo Kids Radio. Oh, dat is van de makers van Efteling Kids Radio. Dat besloot te stoppen met DJ's. Ja, en toen zijn we eigenlijk met z'n allen doorgegaan. Toen zijn al die DJ's zeiden, oké, dikke middelvinger, wij gaan zelf maar iets doen. Ja, en die zijn dus Hallo Kids dinges begonnen. Ja, dus het was dus Efteling Kids Radio, nu is het Hallo Kids Radio. Ja, weten die kinderen veel, die klikken gewoon één deur verder natuurlijk. Ja. En maak jij de ochtendshow, de middagshow, wat doe je daar? De weekendshow. De weekendshow. Ja, wat en leuk, de vrijdagmiddag disco. Wat is dus daar de mega hit? Op dit moment? Ja. De nieuwe van Juf Roos? De nieuwe van Juf Roos? Nee. Juf Roos? Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar natuurlijk niet, wat denk jij nou? Hey, koekoe.
Welke dan? We hebben niet echt een hit. Er is nog één plaat die heel vaak draait. Die zegt, schot, deze is echt helemaal onze hit. De hit. Wat is de waarom hebben jullie geen mega-hit? Stefania. Ze hadden zelfs bij Efteling Kids Radio een mega-hit. Dat was de hollebolle hit. Serieus? Serieus? Ik ben daar vaak geweest in de vakantie. Dan met beeld en geluid dan mocht ik een showtje doen. Dat was de hollebolle hit. Hallo, papier hier. En nu zijn jullie een kopie geworden van jullie zelf. Wat heel goed is trouwens, want gewoon lekker uitzenden. Maar jullie hebben geen mega-hit. Nee, er is wel een nummer wat heel vaak gedraaid wordt, maar het heeft nog geen officiële naam. Oké, welke is dat dan? Mucho Calor van Stefania. Die heeft ook meegedaan aan het Songfestival. Oh. Voor Griekenland. Ik weet niet... Zij is Nederlands. Zij is woonachtig in Nederland. Deed mee voor Griekenland inderdaad, Stefania. Ja, precies. En dat vinden kids helemaal fantastisch. Ja, sowieso alles van Stefania vinden kinderen echt top. Okay. Dus dat is de hollebolle hit van deze week. Een beetje, soort van, als je het nog zo mag noemen. Ja, maar dan zonder Efteling. Ja, okay. Sorry. Dat is deze. Ja. Dit is het? Volgens mij wel. Ik spoel even een stukje door, hoor. Oh, dit voel ik wel. Ja. Ik vind het nog redelijk sensueel voor een kinderstation. Oh ja. Heerlijk, ja. Tegelijk met die billen. Nee, dat is niet. Oh nee. Nee. Hoezo? Die handen in de lucht en dans mee. Kunnen met die handjes. Ja. Ja, precies. Dus je mag toch tegen kinderen wel zeggen... Tenminste, in het algemeen... Nee, je kan niet. Als je ze tegenkomt, maar als je gewoon op de radio... mag toch trillen met die billen, mag toch wel zeggen? Beweeg je bibs, mag wel. Beweeg je bibs? Nee, bibs. Niemand zegt bibs. Je gaat dan niet zeggen tegen een kind van 5 trillen met je billen? Ja, niet als je er één op één menig parkeergarage staat, nee. Maar gewoon als je toch zegt, weet ik veel, in van de discofeest... dan kan het toch wel. Trillen met je billen. Ja, dat kan wel. Nou... Ik heb het zelf nog nooit gezegd, moet ik zeggen. Nee, ik vind het heel raar. Nee. Oké. Hallo, meneer Rob van de radio. Ja. Hier spreekt OJ Punctueel. Houdt u zich een beetje aan het protocol? Ja, zeker. We gaan ook door. Elvira van Hallo Kids Radio, dankjewel. En veel plezier met je 6 kilo watermeloen. Dankjewel. Trillen met die billen. Niet? Oké. Okay. Ik heb de hele week gewerkt. Eerst had ik het niet gemerkt, maar nu is het begonnen. Ik stap de deur uit en ik ga het weekend achterna. Voor je klaar. Ai, een paling. Lekker. 3FM mega hit Imagine Dragons Wrecked. Wat een plaat, heerlijk. Altijd goed Imagine Dragons, maar deze terecht ermee, als je mij vraagt. Een originele bandnaam die ze in het begin hadden was Imagine Dragons. Dat zei je net toch? Ja, ze hebben hem ook niet veranderd. Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. Wat ben jij lul. Het is niet mijn eigen grapje voor mensen gaan mailen. Ik had gisteren Muppets te kijken op Disney Plus. En... alles, ze hebben allemaal series gehad. Hè. Dit was een serie waarin ze deden alsof ze backstage... Eigenlijk de oude Muppet Show in het theater... maar dan hadden ze een tv-show van Miss Piggy. En dan de hele beslommering daaromheen met achter de schermen dingen. En daar speelde dus Imagine Dragons in de talkshow van Miss Piggy. En dat was precies deze grap. Ja, maar goed. Met Fozzie of zo. Originally was... the name was... you know, that was Imagine Dragons. Maar
ze heet er nu toch... Ja, they didn't change. Nou ja, ik dacht, weet je wat, ik jat hier gewoon. Maar dan moet je het eigenlijk niet uitleggen, maar je weet zeker dat er iemand het heeft gezien. En dan gaat tweeten, naast elkaar plakken en dan ben je je grappenjatter. Dus beter roep ik het maar. Dan ben je in één keer gezegd van Rumag, moet je ook niet willen vandaag de dag, hè? Precies. Dan word je gecanceld en dan ben je geen punten van maken. Nou, dat was wel echt lelijk ook trouwens, toch? Ja, nee, dat was ook wel het hele Lubach-Rumag verhaal met dat zij gewoon... intellectual property van mensen gewoon op een t-shirt zetten... en een t-shirt verkochten. Ah, je probeert wat en het werkt en dan probeer je het nog een keertje... en dan denk je, hey, maar dit werkt best wel. Ja, en dan komen we er weer weg. Ja, tuurlijk. Hé? Ja. Toch? Zeker. Liedeke, ja. Zou jij even aan het rad willen draaien van het twee categorieën spel? Dan komen we erachter welke twee categorieën we vandaag gaan spelen. Spannend! Daar gaat ie! Als je mee wilt doen, kan dat via de gratis app van 3FM... En wat zijn de twee categorieën geworden waarmee we een woordspeling gaan maken of een grapje? Het is geworden politieke figuren en muziekinstrumenten. Nu staat er muziekinstrumenten. Ja, ik heb het stickertje aangepast vorige keer. Oh, wat goed. Ja. Wat stond er dan? Vorige keer was instrumenten. Oh, ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja, ja dat kan een skalpel. Ja. Daar gaan we weer. Dat soort dingen zijn. Ja. Dus nu is het politieke figuren en muziekinstrumenten. Oh, ja. Muziekinstrumenten. Nou, kom maar door via de gratis app van 3FM. Als je het leukste bent, dan mag je grabbelen in de grabbelton. Na het nieuws is dat. Ja. Oh. Mm. Ja, ja. Ja, hij is makkelijk, maar hij mag gemaakt worden. De trompet. Ja, trompet. Hugo de Gong. Beste mensen. Politieke figuren en muziekinstrumenten laat je horen via de gratis app van 3FM. Moet het per se Nederlands zijn? Oh nee, want je hebt al Trump. Er mag alles zijn. Triangula Merkel. Wauw. Lekker bezig. Stuur maar een appje met de app van 3FM. Dat is gratis en kost even niks. En dat is gratis. Oh, dat zong is al. 3FM. Oeh, gaan we even terug naar 2001. Wat is dit lekker zeg. Kijk, 3FM. Tijdloos. Heerlijk. Tom Grennan en A Little Bit of Love. Hij had spijt dat hij het had uitgemaakt met zijn vriendin... en in plaats van een goed gesprek voeren en kijken of het weer te lijmen was... dacht hij, weet je wat, ik ga een liedje schrijven. Dat werkt vast. En nu heeft hij weer verkering. Dus wat leren we van Tom Grennan? Alles is te koop. Ik dacht niet praten, maar schrijven. Maar dit is nog, ja. Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. Je bent nummer 1 geworden? Ja. Nee, maar we hebben nog geen ruzie, toch? Nee. Hey, ik wou toch zeggen dat ik echt heel trots op je ben. Wat doe je vanavond? Ja. Hey, zag ik jouw clip nou op MTV voorbij komen? Wat leuk. Nee, hou maar hoor. Die spullen, nee. Ik kom ze nog niet ophalen. Nee, ik kan er nog geen afstand van doen. Het staat bij jou toch mooi. Wat doe je vanavond? En die voicemail van vanmiddag niet luisteren. Niet luisteren. Spelen het twee categorie spel. Goedenavond. Het is Partij voor de Vrijdag. Roep en Wijnand! En commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Hey. Ik denk toch dat het tijd wordt om hier eens een korte versie van te maken. Hoezo? Hoezo bepaal jij dat? Dat is mijn jingle. Wat staat er op de gevel? 3FM. Liedeke en Vins. Nou, al stond er Liedeke en Vins. Het is nog steeds mijn jingle. Ja, maar ik heb hier een knopje. Dan... Dus, en ik denk dat het wel eens tijd wordt om hem bijvoorbeeld, net als dit... Roep en Wijnand! Dat is lekker kort. Mm-hmm. En dat je gewoon... Commissaris Liedeke. Oké, dus... Maar dan zonder dat lelijke eindje. Dus die toeter moet er ook af? Alles? Ja, ik zou dan misschien beginnen met dat... Commissaris Liedeke. Ik zou dat toetertje door het begin heen mixen. Dus dat... Ja, daardoorheen. Daardoorheen. Dus een... Commissaris Liedeke. En af. Oké. Ik ben echt al uitgejuwd. Ik zit bij Radio 2 op dit moment.
Och, dat is daar fijn. Daar hebben ze hem ook, hoor. Dan kunnen we een beetje snel door. Het is gewoon net in zo'n... Of twee versies, maar dan, ja. Er is ook nog een langere versie. Ik heb jullie al bespaard, ja, dat hè? Weet ik. Ja, dat weet ik. Er is nog veel langere versie. Is er nog een langere versie? Oh, die ken je niet? Nee. Nou, laten we die dan even... Weet je, dan valt deze best wel mee. Als je die lange versie hebt gehoord, dan denk je... Oh, helemaal prima zo. Nou... Ik pak hem wel even bij. Ik wil zeggen, het is een hele lange stilte voor die lange versie, maar... Oh, dit ben je niet. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Oh, fantastisch. Oh. Ja. Gewoon bescheiden, toch? The gift that keeps on giving. Ja. Je denkt dat die afgelopen is, hè? Ja. Gaat maar door. Nee, laat dat maar aan mij over. Nee, dan vind ik die andere versie nog best wel meevallen. Nee, precies. Ja. Even tot het einde. Het einde is echt goed. Komt zo iemand binnenlopen met de radioring. Ik krijg een korter in mijn hoofd, moet ik zeggen. Ik krijg een appje van de baas. Jingle moet blijven. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat hij spijt heeft nu. Ik had een korter in mijn hoofd. Oh. Maar inderdaad wel lang. Nee! Oh. Ja. Nou, goed. Oh. Ja. Ja. Nee, dit was hem wel, hoor. Ja. Oh. Oh. Ja. En... Nou. Hey. Ja. Hey. Oh, ik dacht even dat hij er was. Ja. Oh. Goed. Nou. Ja! Ja! Goed. Valt mee. Die korte jingle valt heel erg mee. Ja, valt alles mee. Nou, ze is dus hier. Oh, kut, het verkeerde! Nee, verkeerde knop! Oh, kut! Sorry! Commissaris Liedeke. Sorry. Commissaris Liedeke. Sorry. Sorry, ik had de verkeerde knop. Ik ga weg. Sorry. Ik kan dit niet aan. Sorry. Sorry, ik had die korte moeten hebben. Dit gaat dan wel even duren ook. Sorry. Rob. Sorry, mensen. Kan ik zo even heen en weer naar de wc rennen? Ik denk het wel. Wat zeg je? Kan ik even heen? Ja, ik zou dat doen. Deze gaan, als die net zo lang duurt als net, dan kan het nog wel even gaan duren. Oh. Sorry. De juiste naar 3FM. Dit is de lange... Het ligt niet aan het toestel. Nee. De lange jingle van Liedeke. Nou, ja. Weet je wat het is? Je gaat hem ook niet afkappen, hè? Nee, dat is kunst. In een Rembrandt ga je ook niet staan knippen. Nee, iemand heeft dit bedacht. Nee, precies, ja. Daar hebben ze dus, sterker nog, dat hebben ze langer gedaan. Gemaakt ook nog. Oh, ja? De twee zijkanten zitten er nu aan. Ja, in basis natuurlijk, hier is over nagedacht. Ja. Dit is een symfonie. Ja. Mm-hmm. En, Jorren de Klerk zegt nog even, en ik zet hem ook over naar Radio 2. Nou, wat een dreigement. Jorren, ga je toch lekker naar Radio 2? Dat kan jij, dat trek jij niet, hè? Nee, dat trek ik niet. Ja, maar zeg er dan ook niks over. En ga dan gewoon stilzwijgend. Daar koop ik toch niks voor? Kijk! Oh, nee! Nou goed. Hè?
Maar snap jij nu een beetje waarom dat we die korte versie... Ja. Die ga je dan toch waarderen, hè? Oh, je, oh god. Hey, duurt het nog lang, anders ga ik naar Radio 2. Nou, en zijn we bijna klaar. Ja. Oh! Beste jingle ooit, volgens Brian. Ja. Ah, zie je dat? Brian! Die hoort het gevoel erin natuurlijk, hè? Oké. Okay. Ja. Ja! Ja. Ah, dat was hem. Hoi, dat was hem weer. Tot volgende week. Het twee categorieën spel. Met Rob en Wijnand. En commissaris Liedeke. Kijk, dan heb je dus die korte versie die kort heet. Ja. Commissaris Liedeke. Ja. Commissaris Liedeke. Lekker. Valt alles mee. Ja. Heerlijk. Met een boep en een scheet. Als je dit nu zo hoort, dan denk je, ja, we hebben het eigenlijk ook. Ja. Is ook zo. Nee, dat is ook zo. Nee, we houden deze versie gewoon. Dat is niet erg. Nee. Hadden we al twee categorie spel gedaan? Nee, dat gaan we nog doen. Oh, ja. Maar zullen we anders dat lekker overslaan en gewoon het koffertje openmaken? Het is al wel bijna 8:30. Precies. Sorry, ik moet gewoon ook heel erg lachen om alle appjes die hier nu binnenkomen. Ik kom net van Radio 2. Wat is dit een verademing? Jelle die zegt, ik zit mijn vriendin in de auto uit te leggen wat de fuck er gebeurt met die jingle. Doe dit nooit meer. Nee. Oh, mooi zeg. Heerlijk. Maar koffertje dus. Even kijken. Hé, waar waren we? Ja. Oh ja. Waar ben ik beland? Ja. Elisa, ja, dit is 3FM Partij voor de Vrijdag. Rob en Liedeke, wat wil je vragen? Of we dan alvast het koffertje open kunnen maken. Nee, dat is echt 8:30, dan gaat het embargo eraf. Staat ook op het eerste, de eerste vrijdag van de week. Dat koffertje, daar zit wat in. Het is hartstikke leuk. En een verrassing ook misschien. En nou, niet te veel over te zeggen. En meid, het is nog 10 minuten, hè? Het is niet de wereld. Ja, ik vind het wel spannend. Hoezo? Nou, omdat er iets spannends in zit. Ja. Nou. Tot volgende week. Nee, we gaan naar de eervolle vermeldingen van de twee categorieën politieke figuren en muziekinstrumenten. Je kon je berichten achterlaten via de gratis app van 3FM. Dat is alweer even geleden. En we komen met de eervolle vermeldingen. Voordat we naar de winnaar gaan, die mag gabbelen in de gabbelton. En deze mensen allemaal niet. En als jullie denken, hey, ik had ook wat opgestuurd, maar ik zat er niet, maar zit er helemaal niet bij, ben ik niet grappig genoeg? Klopt. En sommige mensen die waren wel grappig. En jij misschien ook wel. En dan er komen zoveel dingen binnen. We moeten kiezen. En anders doen we dit. Zitten we volgende week nog en dan doen we het weer. We moeten een beetje filteren, jongens. Je kunt ook het weekend naar ons luisteren, wist je dat? Is dat zo? Ja, jij weet dat. Maar dat, hè, met Rob en Wijnand. Als je gewoon zaterdag en zondagochtend om 9 uur de radio aanzet, krijg je eerst Wijnand. Ja. En om 12 uur tot 2 uur, dan krijg je Rob. Er zit een kleine overgangsperiode van ongeveer 5 minuten in. En dan kun je even samen genieten van ons beiden. Een eilandje. Mooi. Politieke figuren en muziekinstrumenten. Koen Groters moet ik zeggen. Sigrid Kagon. Wauw. Het is zo'n zo'n doos waar je op slaat. Ja. En een kagon, dat is een... Er zijn in de Tweede Kamer deze week wel ergere dingen gezegd over Sigrid Kaag. Ja. Als we dit prima hebben. Angel die heeft een appje gestuurd. Accordeon Gauss. Goeie hoor. Heel goed. Die neus ertussen. En dat brilletje. Ja, ja, mooi. Ilse, Jesse, Klaver, Simbol. Mooi. Goed. Ruben, politieke figuren en muziekinstrumenten. Sylvana, Simon, harmonica. Er is een berichtje binnengekomen van Joost. Toenaham, Kazoo. Zo goed. Van Kuzu. Ja. Ja. Hein, Stef Blokfluit. Mooi. Ik dacht eerst dat hij fout was, maar Stef Bos, omdat hij geen politicus is, maar ik bedoelde Stef Blok. Ja. 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 Hij was hier vanmiddag trouwens, hè? Stef Bos, ja. Hier beneden. Oh. Hij speelde nog verstoppertje. Ja. Dat ken ik geen idee. Speelde nog verstoppertje, maar niet echt. Wat ze niet echt wilden zijn, wij zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezin. En ik kan die hele chaos niet overheen moeten zien. Dat ken ik niet. En ik zie geen hand van ogen. En het donker maakt me bang. Papa, ik kan het licht aan op de gang. Oh, is ook papa. Is dit nu later? Oh, is dit nu later? Ja, ja, ja. Oh, ja. Je weet dat hij precies dezelfde oven heeft. Deze map gaat maar altijd, maar toch? Precies dezelfde oven heeft als zijn vader. Dus precies dezelfde oven? Ja, hij was een keer bij die vader thuis. Had hij lang niet meer gezien. En hij komt daar die keuken in. En hij denkt, joh, zijn wij naar dezelfde winkel geweest of zo? Hè? Blijken ze dus identieke ovens te hebben. Wat bedoel je? Ik heb dezelfde ogen. God, zitten we nou nog in het twee-categorie-spel? Heerlijk. Ja.
Ja, ik ben bij Rick. Rick Pieter Tromsicht. Mooi. Daphne, die heeft een appje gestuurd. Lilian Tamboerijnissen. Wauw. Mooi. Erik, Banjo Biden. Oh. Gerard, politieke figuren en muziekinstrumenten. Silvio Berlusconi. Mooi. Koen Grotes, dankjewel voor je inzending. Donald Drumstel. En Oscar, die kwam met Caroline van der Bas. Oh, van de Boerenpartij. Jazeker. Van de Boerenburgerpartij. Ja, mooi, hè. Dat kan er maar één de grappigste zijn. En dat is Marenka, 29 jaar, uit Zoetermeer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hallo? Hangt al een tijdje aan de lijn. Ja. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Het heeft een kwartiertje geduurd. Ja. Ja, goed. Maar dan heb je ook wat. Politieke figuren en muziekinstrumenten. Rob Castagnette. Rob Castagnette. Goed. Ja, briljant. Het lijkt je bij de grabbelton. Ja, ik wil het zeggen. Je mag gaan grabbelen. Tenminste, ja, Liedeke die zit met haar arm in de grabbelton van de Partij voor de Vrijdag. En zodra jij stop zegt, dan stop zijn met grabbelen. En gebruik je die grijpgrage vingertjes van haar om een cadeautje voor jou uit de grabbelton te halen. Dus ja, stop is stop. Zolang jij geen stop zegt. Marenka, stop zij niet met grabbelen. Wat ben je naar de linkerbovenhoek? Hè? Hè? Ben je naar de linkerbovenhoek? Linkerbovenhoek. Ben je naar het midden? Ja. Ben je naar onder? Ja. Ja, stop! Wat heeft Marenka, 29 jaar, uit Zoetermeer gewonnen, Liedeke? Een oranje voetbal supporters blouse. Je moet even je hand op het ding houden, op de loop. Merk. Ja, dus, anders zie je dat de Heineken staat. Oh. Jij wint een EK oranje supporters hemd. Met een draadje eraan en waar dan een soort van vlaggetje. Nee, dat is het volkslied. Dus zit, in het, zit in het borstzakje. Oh. Oh. Wat leuk zeg. Wat ga je ermee doen? Ook gezellig. Juichen voor België. Ja! 9 uur gaan ze beginnen, maar kijk gewoon lekker de samenvatting. Want wij zijn nog bezig tot 10. Hè? Sowieso. Die eerste helft die boeit toch niet meer. Nee, maak het uit. Je luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Marenka, fijne avond. Fijne avond. Tjallas. Prettig weekend. Op vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het online plezier? Olipa. En Wijnand in je oor. Daar zet ik zelfs de wekker voor. Ja, wat een onzin, wat een leuk. Gelukkig zijn de platen leuk. Want je zet hem uit, u hebt nog kansen. Maken er een rotzooi van. Robbie, Rob. Op TV, Wijnand. Op de radio, partij. Voor de vrijdag. Beste mensen, mijn naam is Hugo de Jonge. Het advies ook weer voor deze week is: houd afstand. En luister naar de Partij voor de Vrijdag met Rob en Wijnand. It isn't enough to start a riot. Rudimental en Ella Air. And waiting all night. Mooi dat je dat zo snel zegt. Ella Air. Air. Mooi. Is toch Ella Air? Ik zei altijd E-Y-R-E. Ik zei altijd Ella Airy, maar... Ella Airy? Dat klinkt meer zo Airy. Met dat ik dacht... Is toch Air? Dat zou kunnen. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik heb echt... Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Hoezo moet ik het nou weer weten? Weet ik niet, heb geen idee. Jij je hand op. Ja, maar ik denk dat het gewoon Ella Ayer is. Ayer? Ja. Ella, wat is dat nou weer voor iets geks? Je schrijft E-Y-R-E. Ella Ayer, zou ik dan zeggen. Ayer. 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 Ella Ayer. Wijnand is het aan het opzoeken. Ja, je kan het op computer nummer 2, als je dat nu aanzet. Mm-hmm. Heb je die? Ja. Dan hoor je net. L-A-R. L-A-R. Het zat geen spatie. L-A-R. 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 Je schrijft het als, je spreekt het uit als E-H-R. L-A-R. L-A-R. Precies wat ik deed eigenlijk. L-A-R. Precies wat ik deed eigenlijk. Ja, dat klopt, ja. En daarvoor nog best stil. Wat is er? Kan je ook op verschillende manieren uitspreken, hè? Bastille. Bastille. Heel veel mensen zeggen Bastille. Ja, heel lang. Ja, heel lang. En net ja. als dat Paul Rabbering... Moet ik even opzoeken hoe je dat... Nee, gewoon Bastille, toch? Zeker. Nou, ik zou het even checken. Ze zeggen dat zelf ook. Hé, hey, wij zijn Bastille. Niet Bastille? De nieuwe van ze, hè? Distorted Light Beam. Lekker? Ik heb hier de video How to Pronounce. Toch even. Pronouncenames.com
Gaat het over de band? Bazile. Oh, ja. Bazile. Als je dat ding in Frankrijk bedoelt wat ze bestormd hebben toen. Dat is zeker. Ja. Nee, wat wou ik nou nog zeggen? Dat die wel lekker is, die nieuwe. Jazeker, dat is een goeie, ja. Ja. Blijvertje, here to stay. De nieuwe van Bastel. Of Bastille, zo je wilt. Of Bazile. Weet je dat Paul Habbering, trouwens topgozer, maar dat hij heel lang Kygo als Kygo heeft afgekomen. Is dat zo, ja? Kygo met Firestone. Oh, is niet erg, ja, dat kan. En ik was toen pas hier, toen dacht ik, nou, ga ik nou Paul Habbering een appje sturen dat het volgens mij Kygo is, maar toen begon ik eraan te twijfelen dat het misschien toch Kygo is. Maar het is toch wel collegiaal om dat te zeggen, toch? Ja, maar ik was toen net hier. Ja. Dus je hebt hem lekker laten bungelen? Ja. Lullig. En dan ga je dat nu op de radio vertellen? Ja. Dat is wel echt. Ik heb vroeger, zei ik tegen Deadmau5, dan schrijf je met zo'n 5. Heb ik wel eens echt op de lokale omroep wel Deadmau5 afgekondigd, hoor. Het leven is mooi, het is weer vrijdag. En je fietst het weekend in, of het vriest of dooit. Het is nu vrijdag, alles voelt als een nieuw begin. De Krapper van de Week. Zo, heb jij de nieuwe gehoord van Sia? Maakt me helemaal gek. Nou, ze heeft een film uitgebracht begin dit jaar. En over autisme, als ik het goed begrijp. En daar zit een hele soundtrack bij. En dit is daar een single van. En in Amerika was ze al heel lang uit. En nu heeft hij ons landje bereikt. Is hij een beetje overgewaaid. En dit is een enorme clubknaller. Dus als je in de rij staat voor het testen van toegang. En je denkt, godsamme duurt het lang. Zet je radio even wat harder. Nog wat harder. Harder nog. Nog harder. Harder, 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 harder. Dit is de nieuwe van Sia. One plus one. De Krapper van de Week. Get a girl, get a boy. One plus one. Take a mic down to the shore. One plus one. Mijn favoriete plaat om lekker op door te trappen als je nu op de fiets zit. One plus one. Met de auto het gaspedaal omlaag met Sia. One plus one. Zeg. Als je allemaal wil checken, check je de Spotify-lijst. De Krapper van de Week. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Rob en Wijnand. Zo. Inmiddels 9:50. Ja, ik was net even vergeten. Ik zat zo in die trapper dat ik dacht, ik ging nog een beetje voorbij. Maar het is dus 8:30 geweest. Ja, het is en flink ook. Het is 11:42 al 8:30 geweest. Je verwacht het eigenlijk nooit van ons natuurlijk. Maar het is nu het is een beetje uitloop. En we gaan het koffertje openmaken. Van 8:30. En ik heb het nou zo vaak opengemaakt, nou mag jij het een keer doen. Oh ja hoor, geef maar. Ja. Er staat erin. Het is een houten koffertje. Daar zitten koperen sluitingen op. Is die zwaar? Wacht even hoor. Nee, dan heb ik het hengsel. Hij is vederlicht. Ja. Er zit iets. Vorige week zat er Peter Sely in. Kwam Peter Sely ook zelf langs. Ja, dat zag ik, ja. Toen Giel hier was, kun je terugkijken via 3fm.nl. Nee, niet eigenlijk. Gewoon via mijn YouTube-kanaal. Rob van de Radio, dat is het. Daar gaat hij. Hij gaat open op dit moment. Als in het sluitwerk heb ik opengemaakt. En op dit moment gaat ook het koffertje open. Ik dacht het al. Vederlicht. Ik wist het al, vederlicht. Want er zitten 3 papieren in. 3 bijna identieke papieren. Alleen de aanhef is anders. Voor de rest is alles hetzelfde. Ik sluit het koffertje en ik leg die papieren even. Deel even uit. Deel even uit. Rob van de Radio, ja, deze is voor jou. Oh, is die van mij? Oh ja, ik zie hem. Rob van de Radio, deze is ook voor jou. Is die ook voor mij? Deze is ook voor jou. Hoe kan dat nou? Legaatje, Wijnand Speelman, commissaris Lieden. Oh, 3 verschillende papieren. Als in 3 dezelfde papieren, 3 dezelfde logo's, maar 3 verschillende aanheffen. Met dezelfde boodschap. Zie ik nu. Ik zie een logo van de Nederlandse publieke omroep. Rechtsboven. Zal ik hem voorlezen? Ja, doe maar. Ja, dat is toch dezelfde, of niet? Ja, volgens mij wel. Hilversum, 2 juli 2021. Betreffende verlofaanvraag, Wijnand Speelman. Beste Wijnand Speelman, op 25 juni 2021 is door ons uw verlofaanvraag in goede orde ontvangen.
Deze verlofaanvraag behelst een vakantie van de duur van 4 weken... welke aanvangt op 10 juli 2021 en eindigt op 7 augustus 2021. Via deze brief wil ik u laten weten dat ik de door u ingediende verlofaanvraag heb goedgekeurd. Een fijne vakantie, hoogachtend, Shula Rijksman, voorzitter Raad van Bestuur NPO, Jurre Bosman, directeur Audio NPO, Charit Alles, zendermanager 3FM, Arie Slob, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media. Er staat een stempel op, zie ik ook. En met een handtekening met van Shula Rijksman. Zo, dat is echt, dit is echt officieel... Ja. Dit wil dus zeggen... We gaan op vakantie! 3FM. Ober, mag ik een pina colada alsjeblieft? Vamos hasta lo! Zaders en de Ella! Wat een goede plaatje! Dit is bestel, ja! En wij zijn vrijgezel, ja! Het is bekend vanaf deze, het embargo is eraf. Rob, Wijnand en Liedeke. En dus ook Tinus, de technicus. Ja, ik ook, ja. Ik heb geen brief gehad, hoor. Ja, ja, bij deze. En cameraman Vince. Ja. Vanaf, niet volgende week, maar de week erop, zijn wij 4 weken op vakantie. Woehoe! Ja! Dus kun je lekker je eigen dingetjes doen. Tenminste, als ik het tegen jou, Tinus. Oh, zonder jullie? Ja, nee, ik ga echt... Maar niet met elkaar op... Ik hoop niet dat wij met z'n allen... Wij gaan met z'n allen met een bus. Gaan we ergens naartoe? Ja, wij gingen met de bus naar Griekenland. Maar in de buurt van München... lag er sneeuw in plaats van zand. Ja, nou, ik heb er zin in, hoor. Deze kan je niet. Wat is dit nou? Dit kan je niet. We gingen in de bus. Wat hoor je dat ding? De havenzangers, denk ik, hoor. What the fuck is dit? De havenzangers zijn dat. We gingen met de bus. Hij heet ook, we gingen met de bus. Naar Griekenland. Het is toch een beetje een vrijdagavondfeest, vrienden. Oké. Zullen we gaan. Kom maar. Waar zijn die handen? Naar Griekenland. Maar in de buurt van München. Er lag een sneeuw in plaats van zand. Ons niet naar Griekenland, maar rechtstreeks naar Tirol. Vakantie, op vakantie gaan. Op vakantie gaan. Voordat je denkt, gaan we dan vrijdagavond helemaal op zwart? Nee. Oh nee. We gaan even bellen. Oh ja, laten we even bellen. Met degene die dit programma dan gaat waarnemen. Het staat waar verder niets over in die brief, hoor. Over, nee. Nee. De honneurs. Ja. Met Jorien. Dag Jorien. Goed, hallo. Goed dat je het spannend maakt. Wat een showvrouw, hè? Ongekend. Nee, dit moet ik even rechtzetten, jongens. Met Jorien zelf. Lieke, die appte mij 20 minuten geleden met... Wil je dan opnemen met hallo met Jorien? Nee. Maakt op zich niet uit. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Als het goed is, zit jij nu op een kringverjaardag bij Edwin Evers? Wat? Geitje. Wat is omdat dit nou weer? Omdat ze uit de buurt komt. Geen idee. Zeg, Jorien. Ja? Jij gaat ons 4 weken vervangen. Ja, leuk hè? Wat leuk. En wat ga je allemaal doen? Nou ja, ik dacht, jullie gaan op vakantie. Ik wil natuurlijk ook een beetje die vakantie-vibe afhouden. Heerlijk. Dus het wordt 4 weken de zomerpartij. Ja? En eigenlijk ga ik ook op reis over de wereld. Daar komt het op neer. Oh. Ga jij ook op reis? Maar wij ook. Ja. En wie gaat jou dan invallen? Moeten we weer iemand bellen? Nee, ik ga op reis op de radio houden. Daar komt het op neer. Oh, wat goed. En dan gaan we een soort auditieve reis rond de wereld. Ja.
Ja, en ik heb ook besloten dat, bij jullie niet onbekend, hoe noem je hem ook alweer? Even denken. Riekes. Commissaris Riekes. Die heb ik mee. Commissaris Riekes. Oh, wat goed. De broer van commissaris Riekes. Ja. Commissaris Riekes. Maar ja. Jij gaat niet met je hele familie op vakantie dan, Liet? Nee, ja, wel, maar Rick, iemand moet hier zitten. Dus ik dacht, dan stuur ik Rick. Maar ik vind dat hij wel een beetje een korte jingle heeft. Daar moet dat aan gedaan worden. Commissaris Rickes. Nou, daar hebben ze 4 weken de tijd voor dan. En misschien wel leuk als mensen dan... want de zomerpartij, dat is dan eigenlijk geen Partij voor de Vrijdag... maar wel een soort van Partij voor de Vrijdag. Ga je wel gewoon met mensen bellen en zo? Ja, zeker. Bellen. Twee categorie spel blijft ook. Tenminste, oh ja, hoe kan jij dat? Wat zei je? Als dat jullie goedkeuring kan wegdragen. Ja. Oh ja, sorry. Ja, zeker. Dus daar, daar wilde ik wel mee doorgaan. Lijkt me leuk. Nou goed, en misschien is dat ook leuk. We krijgen altijd heel veel ingekomen stukken en heel veel post. En Partij van gaat dan even uit een maand. Ja. Maar dan kun je gewoon, laten we dan, dat je even een kaartje kan sturen aan Jorien. En, dat is wel heel natuurlijk, leuk. Commissaris Riekes. Is dat leuk of zeg je, laat me met rust? Nee, dat vind ik wel leuk. Ja, nee, ik ben gek op post. En weet je wat het vervelende altijd is? We hebben dus een soort postbus bij 3FM... waar alle DJ-post binnenkomt. Ja. Ik kijk iedere dag of er iets van mij tussen zit. Nooit, hè. Ik krijg nooit post. Het is altijd voor jullie. Lieve Schaat. Ik vind het wel leuk als ik ook Lieve Schaat, daar gaan we veranderingen brengen. Ja. Nou, leuk. Ja. Oh. Jorien Rinkema is de enige DJ van 3FM... die nooit post krijgt. En daar moet iets aan gebeuren. Jij kunt Jorien uit de eenzaamheid halen. 3fm.nl/partij. Daar vind je het adres. Of stuur een kaart vanuit je vakantieadres naar 3FM. Postvak CM31. Postbus 26. 444. 1202. JJ in Hilversum. En laat Jorien iets van jezelf zien. Niet te veel. En dat spijt mij voor Nederland. Nou, dat is toch leuk als je dan op vakantie bent en je denkt, ik kan niet luisteren naar 3FM, maar ik vind het toch leuk, dan moet je even dat adres in je telefoon zetten of gewoon gaan als je op Ibiza bent. Naar 3fm.nl/partij. Daar kun je het adres makkelijk vinden. Easy peasy. En dan horen we dus Jorien Rinkema met commissaris Riekes. Commissaris Riekes. In de vakantiepartij. Yeah. Zomerpartij. Yeah. Wat leuk. Nou, ja, leuk jongens. Thanks. En heel veel plezier. En we zijn er volgende week nog. Ja. Maar dan hebben we het dan bij deze... Dan ben ik er daarna. Komt goed. Precies, bij deze toch maar even gemeld. Vanaf 8:00 is het, hè? Dan is het wel al een uur bezig, maar kijk maar even. Sorry, ik ben heel erg op zoek naar een plaats en dat lukt me de hele tijd niet. We gingen op vakantie met het geld van ome Joost. Oh. Nee, die was het niet. Jorien, bedankt en tot dan, hè? Oh nee, we zijn er nog niet. Ja, doei! Vrijdag, de week die is weer voorbij. Vrijdag, en we zijn weer van de partij. In een weekend dat gaat beginnen. Vrijdag is vrij. Met Rob van de radio, die gekke vrijdagavondshow. Jij bent erbij. Kijk maar of het even kan, of je nog wat harder kan. Vrijdag is vrij. Geef je stem, schuif je klem. Dit is 3FM. Zo, dat is goed. Heerlijk, hè? We gaan eens op vakantie, maar volgende week nog één keer de laatste voor die 4 weken vrij. Het is een vakantie dit. Heerlijk. 3FM, we gaan beginnen. Kassa meisjes, zet er van je zinnen. Houdios. Oh, wat duurt dat lang, man. Er komt geen eind aan. Nou, wat een lange kutrit. Hier, Bruxelles, 16 kilometer. Dat ligt er vlakbij Salau, of niet? Vamos a Salau. Een busreis met hotel, ja. Een weekje uit de kou. Met vriezers en paella. Conta Costa Nou, apres-ski in Club Mabel, ja. De poppers zijn vet lauw en wij zijn vrijgezel, ja. Ja, ook wel weer lekker hoor. Zo thuis achter uw eigen kassa, lekker vertrouwd. Is ook wel waard. Adios. Adios. I won't be with you till the world blows up.
Wat ben jij aan het doen? Ja, sorry, het is hier zo heet. Ik moet echt even deo hoor. Maar ik dacht net ineens, kut, ik wou dat ik deo had, maar die heb ik dus ook. En die zat in mijn tas. Maar ik heb zo. Het is echt. Het is net een reptielenhuis zo warm hier. Je hoeft niet eens op vakantie voor de hitte. Je kan hier ook gewoon blijven wonen. Zo ongelooflijk warm. Maar de airco staat aan, maar het heeft geen nut. 3FM. Partij voor de vrijdag. Rob en Wijnand. Ah, mijn ander mens. Lekker fris. Ruik je het? Ja, nu die airco nog. Ja. Ja, is die ook een beetje werk gaat doen. Heb je van Fiene? Misschien moeten we Fiene even bellen, Liedeke. Ja, is goed. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Wat is er aan de hand? Je luistert naar Partij voor de Vrijdag. Ik ben Rob van de Radio. En hij is Wijnand Speelman. En samen zijn wij... Rob en Wijnand! Goedendag. Ach. Dit is de voicemail van... Fiene. Nog een keer proberen. Fiene, neem je telefoon op of haal hem van vliegtuigstandje. Ja, of hallo. Van wat dan ook. Goedendag. Kom uit je kelder. Nog een keer? Ja. Nee, je moet je hem... twee keer is toch door het maandje heen? Oh, ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Goedendag. Nou, Fiene. Fiene die had een appje, Kapo El Fiene. Die had een appje gestuurd met... Ik schakel nu pas in. Dus ik weet niet wat er hiervoor gebeurd is. Ik krijg allemaal appjes dat jullie 4 weken vrij zijn. En wat zat er in het koffertje? Fiene, schakelen is wat eerder in. Juist. Hè? Ik bedoel, als je nu allemaal vragen hebt... Dan had je gewoon ook van tevoren wat eerder in kunnen, dan had je het allemaal geweten. Lieve schat, we zijn al dik 2 uur onderweg. Dit is echt zeg maar zo'n klasgenoot die het huiswerk niet heeft opgeschreven... en dan na de les zegt, wat was het huiswerk ook alweer? Ja, maar nou, goed, ja, dat goed, je misschien heeft ze een hele goede reden. Misschien heeft ze een hele goede reden dat ze niet bij moet kon zijn. Moet er wel zijn. Echt een hele goede reden zijn. nee, we gaan inderdaad in het koffertje zat dit document. Ik heb het net ook even op mijn... oh nee, nog niet. Moet ik nog doen. Op mijn Instagram geplaatst, Rob van de Radio. Vind je dat we te weinig. Vind je dat we te weinig reclame maken voor onze sociale kanalen? Hier? Is dat zo? Weet niet. Oh, dat is een vraag. Wat ben je aan het doen? Ik probeer even dat Instagram-ding te doen. Dat doe ik nu live. Is leuk, hè? Radio. Is nog nooit vertoond. Je gaat nu, wat ga je nu doen? Een soort van story? Een story ga ik maken. Van de foto die ik al had gemaakt. Dus dat had ik al voorbereid. Je hebt een foto gemaakt en dat ga je nu. Ga ik nu zetten op Instagram. Mijn Instagram is Rob van de Radio. En ik kan heel weinig dingen tegelijk... Vind je dat we te weinig doen met social media? Dat je dat nu... Nou ja, gewoon. Het is Rob van de Radio. Ook op Instagram. Hoe schrijf je dat eigenlijk? Gewoon Rob van de Radio. Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Oh ja. En wat heb je daar precies aan? Nou, dan... volg je Rob elke dag. Ah. En Wijnand dus ook. Wat is jouw handle? Mijn handle? Dat is toch hoe je dat noemt? De username. Oh, is dat een handle? Ja. Oh, ja. Gewoon mijn naam. Mijn Insta-naam is Wijnand3FM. Met lange I en een D aan het eind. En dan 3FM. Heel simpel. Oh ja. Niet, is niet met een F aan het eind. Nee, je schrijft het zoals je Wijnand. Het... Wijnand. Dat is dus niet. Nee. Fiene appt nu. Oh. Ze had een goede reden. Ze zegt, ik moest eten van mijn ouders. Ja, nou in. Kun je je telefoon toch al opnemen? Tot 9 uur! Je kan toch ook gewoon radio luisteren? Wel, ga nu op, want ik vind het heel irritant bellen. Worden. Je neemt gewoon maar je telefoon even op dan. Kom bellen. Kom op. Ah, kut, toch? Ik ben vergeten hier Wosman te taggen. 06. Nou ja! Nou ja, zeg. Nou. Nog een keer bellen. Oké. Okay. Hoezo kun je wel terugsturen? Via goedendag. Nou, dit is de voicemail. We gaan niet verder voordat we aan de telefoon hebben. Of ze moeten ons bellen. Oh, nee, goed. Ja. 0909-1336. Als je in haar straat woont, bel dan en bellen wij haar aan. Geef haar even een telefoon. Goedendag. Nee, dit is de voicemail van... Ja. Nee, maar zo zijn we niet. Nog een keer. Kom op. Fiene. Je ouders zullen toch niet zo zijn dat ze dit gewoon... De voicemail van... De doodstraf staat er toch niet op als je even opneemt tijdens het eten. Als je zegt, oh, het is de radio, die belt mij. Aha, leuk, zegt je vader dan. Oh, wat grappig, zegt je moeder dan. Het leven van de lampengas hangt aan jou, in jouw handen. Ik kom namelijk hierna. Ik vind het echt een enorme deceptie, Fiena. Als je gewoon niet... Nou, dit is de voicemail van... Of zou ze... Een soort van belangst. Sommige mensen hebben dat, hè? Goedendag. Die dan de telefoon niet op durven nemen. Nee, maar ze durven wel appjes te sturen en te interacteren met ons. Maar ik ze durven niet een, eventjes... Ik vind het een mooi moment om van die belangst af te komen. Ja, ja nou, dat is het zeker. Ja. Doorbreken, pak je moment. Goedendag. Nou ja, of zou dit Fiene zijn? Dat ze al de hele tijd opneemt. Goedendag. Dat zij toevallig ingesproken heeft ooit. Dat iedereen denkt, ja, jezus, voicemail. En dan ophangt. Goedendag. Nee. Dit is de voicemail van... Misschien krijgen we wel voicemail, omdat ze ons probeert te bellen op dit moment. Oh! Okay, dan wachten we heel even. 0909-1336. Fiene, bel ons, nu. Pak je kans. 0909.
Ja, anders gaan we ook gewoon door, hoor. Dan vind ik het echt zonde van de zender. Nee. Zo lang. Oh ja, ben je zo. Ja, dan moet je gewoon even melden. Ja, oh nee. Ik dacht er iemand bellen. 3-0-9-0-9-1-3-6, Fina. Want. Nou, nog maar een keer proberen? Een keer proberen dan? Ja, ze is ons niet aan het bellen. Zoveel is wel duidelijk. Iemand zegt, kan Alfie niet even de voicemail volblaffen? Alfie is er ook, toch? Ja, Alfie is er ook. Die zit hier. Hallo. Mijn hondje, die heb ik weer meegenomen. Die zit lekker onder het DJ-meubel hier. Je ziet hem ook op 3fm.nl/live en via de NPO Start-app. Het muziekje is afgelopen. Ja, wat moeten we nou? Come on, zeg. Ze stuurt ook geen berichten meer. Ze is er echt... Nee. Vind ik echt jammer, Fina. Ja, vind ik echt zonde. Kan er iemand anders... Misschien is de telefoonlijn wel kapot. Kan, hè? 0909-1336. Kan iemand even testen of die het doet? 0909-1336. Ja, het zou ook kunnen zijn dat we een storing hebben hier. Dat Fina probeert te bellen, maar ons niet kan bereiken. Om welke reden dan? Technische storing. Ik ga gelijk even bellen, want dit kan het niet. Nee, hij doet het. Voor dit informatie, nou, vertelt u de belkosten. Met wie? Met Robert. Robert. Hey, Robert. Hey, welk van James Last is dit? Hè? James Last hoor ik, toch? James Last? Ja, op de achtergrond. Oh, nee, dat is het liedje van mijn oom Rien. Oh, oom Rien. Ja, die heeft dat vroeger, zocht hij dat heel erg. Oh, ja. Nee, ik heb hem gevolgd. Sorry. Blackout. Mijn schuld. Maar die dat zit in welke aflevering zit het ook alweer? In een podcast? Nou, check het maar een keer. Die zocht dit liedje, dat heeft hij gevonden. En uiteindelijk, et cetera. Maar jij bent niet de vader van Fine? Nee, zeker niet. Ook niet de broer? Is hij niet bij haar aan tafel op dit moment? Oké. Okay. Nee, sorry. Helaas, de lijnen doen het in ieder geval. Hangt Fine misschien al? Nee. Dat weekend. Nee, volgens mij niet. Nee. Wat gaan we doen? Want dit wordt hem op deze manier niet. Oh Fine? Hallo? Ja, hallo? Met wie? Ja, hij doet het hoor, de telefoon doet het. Ja, Tien is hier, hallo. Ja, de telefoon doet het, mensen. Ja hoor. Weer een stukje gouden content van Robben Wijnands. Wie komt daar binnen met een gouden radioring? Het is ongelooflijk. Ongelooflijk, kom maar door. De Vrijdag Feestblender. Die wordt mede mogelijk gemaakt. Probeer het maar ook weer te brengen. Ja, omdat zij... wat was het ook weer eigenlijk? Ze zei dat ze te laat inschakelde om te weten wat er aan de hand was met die 4 weken vrij. Ja. We gaan op vakantie. We gaan op vakantie. 4 weken, ja. Niet volgende week, maar de week erna. En Jorien en de boer van commissaris Liedeke te weten... Commissaris Rikkes. Die vallen dan in 4 weken. Ja. Dat is de zomerpartij. Hartstikke leuk. Kun je een kaartje sturen. En het adres daarvan vind je op 3fm.nl. /partij. Dat wilden we Fine even laten weten in een persoonlijk gesprek. Maar Fine wilde niet opnemen. Ze was aan het eten bij haar ouders. Dus ze kon niet opnemen. Nee, bel me niet. Wij wilden wel bellen, maar ze nam dus niet op. Nog steeds niet. Ze belt ook niet terug. En dat is spijtig. Maar goed. De lampengasten Jordi, Gert-Jan en Ricky. Die hebben er weer even aangezeten, hoor. Die hebben een fantastische mix gemaakt voor jullie vandaag. Voor jou thuis. Bij de radio. Onder andere te weten Dioro Pika met de buren van de brandweer. Hands up. En met special crew Free. Dit is de Vrijdag Feestblender. De lampengasten zijn hier voor je. Vrijdag. Feestblender. Che terraco, si terraco, época de vida, 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 época de vida. Uno, dos, tres, cuatro.
met die slurren erachteraan. Ga op die linkerbaan. Dankjewel, Tim Leeners. Die wordt het ook leuk. De Lampengasten vrijdag Faceblender. Als je het terug wil luisteren, check je de Spotify. Check je door Spotify de Partij voor de Vrijdag podcast. Daar zit hij in. En dan is volgende week weer gewoon een nieuwe. Zometeen gaat hij open. De open weekendlijn 0909-1336. Als je op de radio wil komen, stuur nu vast een appje. Dan ben jij van de partij. Dua Lipa en One Kiss. 3FM. En daarvoor nog Sigrid en Mirror. De Open Weekendlijn. Open, open, open weekendlijn. Sander is bijpakken. Je weet van tevoren nooit wie het kan zijn. Oh, wat lekkerer. Het slot is eraf, dus je kunt gewoon bellen en in de uitzending komen. Bellen doe je met 0909-1336. 0909-1336. Kom op en bel gewoon naar het nummer 0909-1336. Lekker hè? 0909-1336. 0909-1336. Kom op en bel gewoon naar het nummer 0909-1336. Wat heerlijk. Dit is Martine. Oh, wat heerlijk zeg. Martine, dank je wel, lieve schat. De edit. Ja, het mag overal over gaan. Laat je horen wat ik zeg. Hallo met Rob en Wijnhard. Rob en Wijnhard! Hallo met Jerry, jongen. Wat zei jij nou? Lijkt me zo grappig als jij dan een soort evil twin hebt, die dan Wijnhard heet. Ik ben Wijnhard! My precious. Zo, die imitatie. Gerion, wat was jouw doel? Op dit moment even aan het gamen, maar ik ben me ook aan het voorbereiden op zaterdag. Oeh, en wat is er zaterdag te doen? Nou, ik heb zaterdag het eerste openluchtfestival in Wierden. Is dat het eerste openluchtfestival in Wierden? Of is dat het eerste openluchtfestival dat dan in Wierden is? Hebben zij de primeur van openluchtfestivals? Nou ja, het is zo. Zwello is de grotere die uiteindelijk het aantal gewonnen heeft. Maar Wierden was de eerste die het alles had opengegooid. Van, yo, we gaan gewoon lekker Boulevard Outdoor gewoon lekker starten. Dus dat was wel fijn. En wat betekent dat precies voor de gemeente en de regio? Omdat er mogelijk veel mensen op afkomen. Dat het complete recreatieterrein is opgezet. Dat daar 5 podia staan met allemaal artiesten. Zijn jij moker? Moker. Dat er moker veel mensen op afkomen? Ja, moker veel mensen. Fantastisch zeg. Hey, en wie staan er op de planken daar? Sowieso komt... hoe heet die? Moker Bueno. Hoe heet het? Nee, Bass Jax komt. Op andere podia staat nog zanger Kafka. Dan, kijk eens even. Noise Controller, ja. Evo Activities. Moker Bueno. Super. Hey, wat is het mooi om lid te zijn. Niemand? Ik dacht ik doe een studentengrap, maar niemand hapt. Ik kijk even onder de bank of ik het daar kan zitten. Ja. Wat zei je nou? Ik kijk even. Ik kijk even onder de bank of ik hem daar kan vinden. Ja. Oh ja, dat is goed. Tot volgende week. En Gerion, ik wens je heel veel plezier. En namens de partij, wij zijn blij. Ik ook blij. Ik zat in de uitgang. Ja, heel goed. Ja, hallo met de radio. Rob en Wijnand. Hey, ik ben Jerry. Hoi. Hey, goed. Ja, ik ben iedereen.
een fijn weekend wensen. Ja, voor de schade is het al? Wat zei je? Heb je voor de schade wel eens? Oh, is het dichtbij? Heb je voor de schade al gekregen? Ik sta er niks van. Heb jij wel eens gekund van gaan? Nee. Zeg, Jordi? Ja? Ben jij om schade vragen, hè? Ik weet niet. Oh, maar jij bent zo van. Het weekend is het kan ik iets gekregen? Ja, of ik het zei het al. Nee. Oké. Okay. Hey, wist ik aan. Ja, fijn weekend. Jordi, heb jij ook wel een stationaire Marokkaanse Marokkaanse? Ik sta er niks van. Oh, sorry. Nu, is nu beter? Ja, iets beter, hè. Ja. Of jouw vrijdagavond ook met z'n kunnen kijken, misschien. Nee. Ik ben nog aan het werk, dus dat kan nog niet. Oké. Nee, maar dat is goed. Problemen? Voornemen. Hallo met de radio. Met wie hebben we het genoegen? Moker, goeie avond met Johan. dag Johan. Moker Bueno. Ja, ik wou mijn schoonbroertje van harte feliciteren met het slagen. Dat is een beetje ik denk laat. Dat hij luistert. Dus ik, hij zit bij de drumband. En morgen weer eens de repetitie. Denk ik met hem succes. Hey, maar wat heeft hij gepresteerd? Een VWO met dikke vlag en een wimpel. Maar is dat niet een beetje laat? Ja, ik bedoel, alle examens laat. Zijn toch al geweest? Nee, dat klopt. Maar ze gaan zeg maar vanavond er eindelijk voor uit eten. En ik heb vandaag en ik moet morgen weer echt de hele dag werken. Oh, ja. Dus ik kon niet mee. Dus ze zitten allemaal ergens nu. Ja, of net terug, of ze zijn er nog net, zeg maar. Maar ja. Dus ik hoop dat hij net weer luistert. En wat doe je voor werk? ICT en iets anders. ICT en iets anders? Ja, iets met achtbanen en zo en dat soort dingen, joh. Dat boeit niet? Nah, joh. En waarom doe je daar zo geheimzinnig over dan? ICT en iets anders. Ik zie van die van de reclame komen. Codecommissie voor rij anders, denk ik. Dus dit is Partij voor de Vrijdag. Oh. En hier spreekt OJ Punctuel. Het is werkelijk ongehoord wat hier gebeurt. Oh nee, sorry. Maar dan gaan we gewoon verder. Johan, bedankt. En jij bent er dus niet, maar die mensen wel. En je hebt eigenlijk FOMO. Ja, eigenlijk wel. Ja. Wat kunnen wij daaraan doen? Dat is een beetje de vraag. Ja, je zegt het net al, hè, problemen. Ja, dan poornemen. Ja, poornemen. En prettig weekend. Prettig weekend. Hoi. 0909-1336. Is daar nog iemand? Hey, goeiedag Wijnand, Robert. Hey, Robert, Wijnand en Rob voor de duidelijkheid zit hier tegenover Wijnand en Rob, goeie avond. Oh, jij bent Robert. Ja, ik ben Robert. Oh, ik dacht, ik zei Wijnand Robert. Nee, het is Wijnand. Robert. Lekker Robert. Maar jij bent Robert. Goedenavond. Rob, luister. Oh, ik maak me zorgen. Ik even zitten, hoor. Ik maak me zorgen. Yes, zeg maar. Blauwe Esther. Ja. Het is om precies te zijn 9:55 geweest al. Ja. Ik heb Blauwe Esther nog niet gehoord. Ik weet dat ze een lekker borreltje lust. Ja. Maar als ik ze nou nog niet gehoord heb, ja, maak ik me wel een klein beetje zorgen. Ja, dat snap ik. Moeten we even bellen? Nou, zij heeft ons nog niet gebeld, dus ja. Misschien is het wel... Esther? Ja? Hallo? Esther? Hallo? Ja. Esther, met Robert. Ja, Robert. Ja, Esther, ik maak me een klein beetje zorgen. Waarom? Ja, ik had je nog niet gehoord op de vrijdagavond. Hoezo? Nou, ik had je nog niet gehoord. Ik denk vrijdag, Partij voor de Vrijdag. Het is vrijdagavond. Ja? Hij is overal stil geweest. En ik heb Esther nog niet gehoord. Nee. Nee, dus ik maakte me een beetje zorgen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Oké. Hoe hangt de sfeer erbij? Ja, niet zo. Oh, niet zo. Oké. Nee, dus maar goed dat ik me zorgen maakte dan. Ja. Oké. Wat is er aan de hand, Esther? Ik heb geen bier. Oh, heb je geen bier? Nee. Mensen, kan er iemand naar Blauwe Esther rijden en bier brengen? Want ik ga het mis natuurlijk op de vrijdagavond. Ja, Esther, wat is er aan de hand? Hoe kan het? Ja, ik ga niet, hè. Wat zeg je? Wat is er aan de hand? Ja, te laat, hè. Winkel al dicht. Winkel dicht. Alles op. Alles op. Paniek. Paniek. Oké. Mensen. Wie is er in de buurt van Blauwe Esther? Wie kan er bier brengen? Blauwe Esther?
Oh nee, Esther, sorry. Blauwe Esther? Nee, Esther, zei ik. Nee, je zei blauwe Esther. Oh, mijn excuses. Verkeerd begrepen. Esther, zei ik. Oké. Okay. Maar Esther, bier, iets anders, andere middelen? Ja, afgekomen is ook goed. Afgekomen is prima, afgekomen is prima. Mensen, gele flessen, gele flessen. Die zijn over de radio afroepen. Laat maar afroepen. Laat maar afroepen, hoor. We gaan een plaatje draaien. Moet ik even mijn adres geven? Nou, doe maar niet op de radio, Esther. Hoezo niet? Dan komen ze tenminste. Ja, dat wel. Doei! Adieu! Ik kan niet meer. Rise, Last Frequency, sorry, op 3 FM voor de vrijdag. Maar en daarvoor nog Jam en Town Called Malice. Wat vond je daar nou van, zeg? Tadadap, down. Lekker. Heerlijk, hè? Hey, en daarvoor nog het gesprek met Blauwe Esther. Mag ik daar een fragment van? Als ik dan echt gewoon een soort van verdrietig ben, depressief in een hoekje zit, dan kan ik dat aanzetten en dan ben ik instant vrolijk. Wat een vrouw, zeg. Oh, prachtig. Ongelooflijk. Als je terug wil luisteren, check je maandag de podcast van dit programma. Ja. En als je er mee wil kijken, want wij gingen helemaal stuk. Dan zag je niet, want onze microfoon stond dicht. Dan check je om 4 uur maandagmiddag mijn YouTube-kanaal Rob van de Radio. Zijn je naar Blauwe Esther? Ja. Nee. Fantastisch. Oh, wat goed. We schakelen over naar... Oh. Dat, geen haan die ernaar kraait verder. En daarnaast, inderdaad, daar zit ze. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Met ingekomen stukken. Zeker. De ingekomen stukken, dat zijn natuurlijk alle reacties die zijn binnengekomen onder de YouTube-video, die elke maandag om 4 uur online komt. Daar kun je in de comment-sectie... Sexy. Vragen stellen. Ik schrik er elke keer weer van. Ja, je vragen ook. Stellen, berichten, groetjes, alles. We nemen de fysieke post door natuurlijk. De e-mails die zijn binnengekomen. Berichten, foto's van de partijfoon. Dat alles terug te checken op 3fm.nl/partij. Laten we beginnen met de... hoe je daarbij komt. Ja. De nummers en de adresinformatie. Ja, oké. Precies. Alle gegevens. Laten we beginnen bij YouTube. Daar reageerde ene Giels. Die zegt, wat een eer en genoegen topteam. Oh, wat aardig. Ken ik verder niet. Nee, toch leuk. Nee, dat is natuurlijk... Wat leuk. Dan mag een bel verklinken. Ja, dan mag een bel verklinken. Ja. Die heeft helaas meegenomen, dus die kan ik niet. Godsamme nou, hè. Holy hell. Het was leuk. Het was echt leuk. Zeker, was echt lachen. Pericles33 die stuurt... Geachte heer Speelman. Op een, schaal van 1 tot 5 olepa's. Hoeveel had jij vorige week rond deze tijd al gedronken? Oeh, rond deze tijd? Ja. Uurtje of 10. Nou, ik denk... 5 bier, 2 glazen wijn, zoiets. Lekker. Ja. Dat is een mooie... Weet je wat ik nu ook heb? Een mooie score. Nou, ik moet zeggen, gewoon aan een tuintafel achter bij het huisje wat we jullie hadden. Maar toch wel lekker. Prima, toch? Een berichtje van Nicky Wetering onder de YouTube-video. Die zei, Rick en Morty bedankt voor het verpesten van partijleider Rob. Partijleider Rob bedankt voor het verpesten van Rick en Morty. Ja, ken je Rick en Morty? Ik heb er nooit van Rick en Morty gehoord. Ja, zo goed. Het is een serie die ze ook uitzenden, of die ook op Netflix staat. Het is geen Netflix-serie. Heel goed. Het is een tekenfilm, maar voor volwassenen. Het is een cartoon. Vince, hoe zeggen jonge mensen dat? Hey. Vince. Een cartoon voor volwassenen. Ja, maar dat heeft ook geen naam. Oké, maar niet. Ik heb geen idee. Rick en Morty kijken, dit komt uit de podcast, hè? Dus hij reageert op iets uit de podcast. Ga het kijken. Je hebt de eerste aflevering, die duurt een kwartier. En je hebt de raarste kwartier van je leven. En daarna wil je niks anders meer dan kijken. Een tekenfilm voor volwassenen. Ja, is prachtig. Is heel vaag. Rick en Morty, ga het kijken. Al iedereen die dit luistert trouwens, ga Rick en Rick en Morty kijken, doe het. En dat is op Netflix. Ja, Netflix, je kunt het ook wel ergens anders nog vinden, maar ja. Er is post binnengekomen. Ja! Oeh, altijd ik heb leuk. Hier een envelop. Mensen sturen dus ook fysieke post aan dit programma. Ja. 3fm.nl/partij als je het adres wil weten, altijd welkom. Er zit een kaartje in, wat zien jullie? Oh, wat zoet, een koe. Een koe. Een koe. En met daarachter een andere koe, een zwarte koe op de voorkant... en dan in de diepte achterin een bruine koe.
En ik zie... Ben je ook van de radio, hè? Ik liet het even aan Wijnand zien. Maakt ook niet uit. Wijnand vindt met zo'n telelens naast je. Hier. Okay. Moet je een beetje naar voren houden? Zo? Dit is een bericht van Marlou met echt een verschrikkelijk mooi handschrift. Die zegt aan die leukers van Partij voor de Vrijdag. Dat zijn wij dan, denk ik, hè? Ja, dat denk ik wel. Jullie maken zo'n knijterleuk programma. Dat wilde ik maar even gezegd hebben. Door onder andere dat toffe beest op de voorkant, de koe, lukt het mij niet om elke vrijdag te luisteren, maar... Dat moet de pret niet drukken, natuurlijk. Blijven jullie nog heel lang samen radio maken, Rob en Wijnand? Dikke knuffel, Marlou. Ah, wat leuk! Een kaartje. Leuk, hè? Super lief dat je de moeite neemt om even dit op te schrijven en te sturen via de post. Marlou, dat is echt fantastisch. En was dat een vraag of een soort van aansporing van blijven jullie dat nog lang doen? Ja, er staat een vraagteken, dus ik denk dat het een soort van dwingend advies is. Ja, oké, okay. Okay, bij deze aangenomen. Er kwam via de partijfoon weer heel veel binnen deze week. De partijfoon! Ja, Vince, kijk mij aan. Maar dat is natuurlijk een overgang van, is een bruggetje van niks natuurlijk. Ja, is dat nieuw? De partijfoon! Nee, maar ja, je moet even zeggen, dan gaan we zo'n beetje... Wat moet ik zeggen? We gaan nu naar de... Partijfoon! Kijk, moment. Leuk. Er kwamen heel veel leuke dingen binnen. Onder andere een foto van Kai Yasuda. Die appte donderdag. Hij zegt... Elke dinsdag, donderdag en vrijdag maak ik sushi. Altijd met de podcast van jullie. Zo fijn! Wat leuk! Met een foto erbij. Kijk even, hoe gezellig. Oh, daar is die! Oh, nee! En dit stuurt hij gewoon op donderdag. Ja, ja, daar is het voor ook, hè, dat nummer. Ik heb zo'n honger als ik dit zie. Kai, oh, lekker. Wat leuk, zeg. En dat is helemaal vers gemaakt, ook thuis. Oh, lekker! 3fm.nl/live als je mee wil kijken. En het belangrijkste onderdeel van de ingekomen stukken is natuurlijk het appje van de week. Oeh, nou wordt het spannend, hè? Nu wordt het spannend. Appje van de week. Is het leukste appje dat binnen is gekomen via de partijfoon? Die komt deze week van Fiene. Oh! Huh? Oh, misschien is het trouwens is wel dezelfde Fiene. Is die Fiene die wij 7000 keer hebben geprobeerd te bellen? Dat weet ik niet, maar ze weet in ieder geval onze partijfoon te vinden. Sorry nog, Fiene, voor het bellen. Ze stuurde afgelopen maandag een foto. Kijk eens wat mooi. Ze zegt, ik ben de uitzending aan het terugluisteren in de hangmat op een camping. Oh! Oh. En waarom is dat zo... Leuk, je zegt camping, alsof het heel... Ja, kijk hoe leuk is ze. Ja, dat is heel grappig. Ja, bij jou is ze gewoon alles aan terugluisteren. Even vakantie. Terwijl ze lekker aan een boot dacht dat jij bedoelde dat we het net ook over een camping hadden gehad. Maar zo was het helemaal niet. Je bedacht gewoon, het is heel leuk omdat ze op een camping zitten. Je vond het gewoon heel leuk dat ze op een camping rare plek. En wanneer heeft ze dit gestuurd? Maandag. Maandag. Is podcast aan het luisteren. Denk het, ja. Wat leuk. Het appje van de week. Ja. Als je ook ons wil appen, door de weekse dag... Dan moet je het nummer hebben. Ja, daar is het nummer voor bedoeld. Hè? Vooral buiten uitzenddagen, dus buiten de vrijdag... kun je ons gewoon altijd bereiken via de app, de WhatsApp. Maar dan moet je wel het nummer even opslaan. Wat is het nummer eigenlijk ook alweer? Zes, drie, zeven, zeven. 8899 0638 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8 8 9 0 6 3 3 3 7 7 8
met zijn huwelijk. Is getrouwd met de liefde van zijn leven. Prachtige foto's zag ik op zijn Insta. Zo mooi, hè? Ik wist het helemaal niet. Je bent een vriend van de sterren, hè? Ja, ik kon niet. Anders, ik had dat weekendje weg natuurlijk vorige week. Ja, precies. Anders was ik daar geweest. Nieuw Cool Collective, Typhoon, Boom. Doe het dan ook even, pak dan even door. Nee, ja. Ja, dat vind ik leuk. Uit, Doe het voor mij, juist. Typhoon, de zanger en rapper, is getrouwd. Zo hoorden wij vrijdagavond in het radioprogramma Partij voor de Vrijdag. Wijnand Speelman, die zei dat, en dat klonk als volgt. Nou Rob, ik kan vertellen dat hij getrouwd is. Meen je niet? Ja. Afgelopen weekend is dat gebeurd. Ik had zelf een weekendje met mijn schoonouders in Maastricht. Anders was ik daar uiteraard bij geweest. Maar het was een mooie feestelijke dag voor Typhoon en de liefde van zijn leven. En hoe dit allemaal verder klonk, kon je maandag terugluisteren natuurlijk in de podcast van Partij voor de Vrijdag.
zo. Oh. Oh. Hallo? Wat is er? Oh, Ramon. Oh, hallo Rob, Wijnand. Ja, ja. Oh, ik denk, wat gebeurt er nou? Ja, daar ben je. Hey, en Wijnand, ja, hey, Wijnand, hoe was je vakantie? Nou, het was lekker. Genoten, kort, maar krachtig. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben met mijn schoonouders naar Maastricht geweest. Leuk dat je luistert, Ra. Ramon? Hallo.